Voorzitter, dank u wel. Er is al eerder aangekondigd dat de muziekschool MOW richting een faillissement zou gaan. Dat hebben we ook al aangekondigd in de commissie van 14 mei. MOW heeft toen laten weten het schooljaar 2019-2020 haar werkzaamheden te beëindigen. Nou, gisteren heeft zowel u als het college een brief ontvangen waarin officieel is gemeld dat 16 juni het faillissement is aangekondigd. En dat betekent heel concreet dat de curator vanaf die datum de werkzaamheden overneemt van het bestuur. Nou, wat uw raad niet onbekend is, is dat we natuurlijk heel graag door willen met het muziekonderwijs. En dat ook de docenten van MOW de lessen kunnen blijven voortzetten. En we zijn hierover in gesprek, ook in samenwerking met de SED-gemeente. En hebben inmiddels de volgende stappen gezet. Er is een groep docenten van de MOW en de SMS. Die hebben aangegeven dat zij een collectief willen starten. En met hen is er vanuit het ambtelijk overapparaat nauw contact over welke stappen hiervoor nodig zijn. De Westfriese Bibliotheken, die zit ook in dit project. Want zij kunnen wellicht een rol spelen om samen met de muziekdocenten een collectief op te starten. Daar zijn inmiddels verkennende gesprekken voor gestart met zowel Medelijk Stedenbroek als Enkhuizen Drechteland. En nou, wat ons betreft is het ook de inzet om efficiënt dit te organiseren. We onderzoeken dan ook heel concreet de coördinatie van het muziekonderwijs. Om dat op eenzelfde manier te doen bij de vier andere gemeenten. En met een voorkeur om dat onder te brengen bij de Westfriese Bibliotheek. Het is heel mooi, want de subsidieregelingen zijn voor het grootste deel al gelijk. En bij de verschillende gemeenten en het docentencollectief zou ondergebracht kunnen worden bij de Westfriese Bibliotheek. Dat voor het procesmatige deel, want er moet eigenlijk een overbruggingssituatie gecreëerd worden, heeft de bibliotheek een oud-directeur van Fluxus in Zaandam ingehuurd, of gevraagd om ondersteuning. Want in Zaandam hebben zij namelijk eenzelfde situatie doorgemaakt. En ook daar is inmiddels een docentencollectief van zelfstandige ondernemers voor de individuele muzieklessen en tevens een coördinatie voor de cultuureducatie met kwaliteit, het CMK, en de muziek op de scholen. Nou, het zou heel mooi zijn als dat op eenzelfde manier voor de gemeente Medelijk en voor de andere gemeentes georganiseerd kunnen worden. Maar goed, zover is het nog niet. Op het moment dat duidelijk is dat wij de coördinatie bij de bibliotheek kunnen beleggen en hoe de samenwerking er met het docentencollectief uitkomt te zien, dan laten we dat nu zo spoedig mogelijk weten. Proberen? Ja. Samen met de SED. Opslaan waar ik erbij kan. Samen met de SED leggen we bij de curator een vordering neer op de inboedel. Met als doel ook dat het docentencollectief daar gebruik van kan maken. En bij de afdeling communicatie zullen we afspraken maken over de publicatie. Tot zover, voorzitter.